De afbeeldingen achter ons. Kijk, die, nou, op het eerste gezicht denkt u waarschijnlijk een prachtig abstract kunstwerk. Maar in werkelijkheid is het iets heel anders. Het is een foto van een stuk zwaar vervuild gebied. Misschien kunnen we een groter gedeelte van de foto laten zien. Dat heeft alles te maken met een kunstenaar. Fotograaf J. Henry Fair die gaat op dit moment de hele wereld over met deze expositie. Een gifhoopje hier en een olievlekje daar. J. Henry Fair fotografeert vanuit een vliegtuig de meest ranzige plekken op aarde en maakt er magische portretten van. I like the story behind it. And people are often confused. Oh, it's so beautiful. What is it? Oh, it's something beautiful about something bad. But I like this. And this is why they work, this irony that it's a beautiful picture of something bad. And that's why people are mesmerized. En die bedorven plekken vindt de fotograaf niet zomaar. Hij heeft een neus voor chemische orde en doet grondige research. People tell me things. I know many environmental groups. They tell me things. I read always news articles about environmental issues. And then I put together the story in my head about what's happening, where is it happening, what does it mean? And then I find the locations, and then I have to go there and hire a small plane and photograph it. Boy, you can really see that pipeline. Uiteindelijk gaat het de Amerikaan niet om de centen. Hij heeft een veel groter doel met zijn vieze kunst. The message behind these pictures is everything has an invisible cost. These are pictures of the invisible costs. And we should be citizens, not consumers. A consumer just consumes, consumes, consumes. A citizen says, is it responsible for me to use toilet paper made from an old growth forest? Or should I spend the money and buy toilet paper made from old newspapers? Nou, hele bijzondere schilderijen, of schilderijen, foto's. En ze zijn te zien in de Eduard Planting Gallery in het centrum van Amsterdam tot 1 augustus. Heeft en daar, kun je gewoon, ja, daar kun je gewoon binnenlopen. De allergrootste kosten variëren van 29,50 tot 7000 euro. Dat klinkt heel veel, maar alles gaat meteen naar de projecten. Want hij bekostigt natuurlijk al die vliegtuigen. Hij moet natuurlijk, alles wordt van boven gefotografeerd. Is ja. Een dure hobby, zeg maar. En hij verdient zijn geld gewoon als fotograaf. Hij is portretfotograaf van muzici. En werkt onder andere voor de Vanity Fair. Check.